Goedenavond allemaal. In februari aanstaande, dus nog een maand te gaan, dan neemt hij afscheid als partijleider van D66. En ik heb het over Henricus, Antonius, Franciscus, Maria, Oliva van Mierlo. Juist. Wie is de heilige Oliva? Ik zou het niet weten. Echt niet? Nee. Nooit opgezocht? Ik weet wel hoe het komt dat die naam er staat. Mijn grootmoeder heette Oliveira. En al veel van haar kleinkinderen. Het was een heel bijzonder mens. En daarom hebben veel van haar kleinkinderen die naam gekregen. En toen mijn vader mij aan ging geven, is er iets misgegaan bij de burgerlijke stand. Er zijn drie letters weggevallen. En het is dus Oliva. Maar het is een naam die wel voorkomt bij koningskinderen. Helemaal goed. Ja. Dus, dat daar ergens de verklaring zit. Ja. Van ik heb geprobeerd om het op te zoeken. En het is een dorpje bij Gdansk. Staat er in de encyclopedie. Ja, de vrede van Oliva in 1660. Na de Noordse oorlog. Nou ja, zo leer je nog eens wat hier. Ja. Maar vijf voornamen, hè? Dat is heel erg katholiek. Hoe katholiek bent u opgevoed? Heel erg katholiek. En vijf voornamen zijn om je maar goed te beschermen tegen alle kwaden. Dus al die heiligen die helpen dan. Is dat gelukt? Tot nu toe wel. Nee. Het was heel. Het katholicisme van voor de oorlog, dat zijn mijn eerste 9 jaren. Dat was wel heel erg katholiek hoor. Ooit erover gedacht om priester te worden? Ja, een jongen van een beetje betekenis dacht dat zo. Ja, je moest dan ook, roeping ja. hebben. Ja. En ik heb vaak mijn oor te luisteren gelegd in het heelal. Of ik geroepen werd. Maar ik werd niet geroepen. Niet geroepen. Nee. Nee. Maar ik ben opgevoed door de Jezuïeten. En daar werd er toch flink aangespoord om toch maar vooral goed te luisteren. En af en toe werd er wel eens wat door een stemmetje gezegd, dat niet van het heelal kwam, maar van een pater. Die vond dat ik die kant maar uit moest. Ik heb er wel over gedacht, maar ik heb het afgewezen. Ja, wel al die richting uitgegaan. Ik bedoel, was dus het gymnasium hebt u gedaan, hè, denk ik. Hè? En dat kon je dan doen op een seminarie? Hebt u daar nog nee, op gezegd? Nee, ik zat op het Canisius College. Ja? Dat is een gewone gymnasium. Ja. Op het internaat. En dat in die tijd nog gingen een aantal leerlingen werden dan jezuïet. Ja, maar u niet. Nee, ik niet. En bent u nog nee. gelovig? Nee. Nee, dat is vrij kort daarna. Heb ik daar afstand is genomen, is een wat deftige term voor wat het vroeger heette. Dat is van je geloof afvallen. Hmm. Nogal ruwe term. Had ook veel sociale gevolgen hoor, in die tijd, in de familie. Maar ze zijn altijd van me blijven houden. Ook al bleven zij in de kerk en was ik er echt uit. Ja, en wat had het voor gevolgen in de familie? Nou, tantes gingen bidden. En dat vond ik niet erg, hoor. Want zoiets is toch nooit weg. Maar het heeft. Vooral in het zuiden, ik kom uit Brabant. En daar is geloof en de maatschappelijke stand. En het was de Nederlandse zuilenmaatschappij. Katholieke jongens mochten niet met katholieke meisjes. Je mocht eigenlijk zelf niet in protestantse winkels kopen. Dat was nog heel. Ja. Dus dat is heel streng. En ik heb me daarvan losgemaakt. Ik ben wel in Nijmegen gaan studeren. Ja. Maar toen was ik al in dat katholieke universiteit was ik al niet meer katholiek. En ik ben toen naar Amsterdam gegaan. En toen was het voorgoed afgelopen. Mijn openbare leven begonnen. Ja, ja. Dus het deed pijn. Ik bedoel, hebt u uw ouders daarmee pijn gedaan? Ja. Ja, duidelijk. Ja. Dat was ook een buitengewoon vervelende kant daarvan. Daarom waren er ook, er was nog niet zozeer angst, maar waren er ook veel vrienden van mij die het echt verborgen hielden. En die
En die iedere zondag net deed of ze toch naar de kerk ging. Daar heb ik ook over gedacht. Maar ik dacht, het is toch beter misschien om het gewoon te zeggen. Ik heb me vaak afgevraagd of die oplossing de juiste is. Dat is de oplossing van de waarheid. De andere, van mijn vriend bijvoorbeeld, was de oplossing van de liefde. Dus, ja. En ik ben er nog steeds niet zeker van. Ik geloof nu wel dat het toch beter is geweest dat ik in ieder geval voor mijzelf die weg gekozen heb. Ja. Maar, want u komt dus uit de KVP-nest, hè, denk ik. Ja, mijn vader was KVP. Stemde toen KVP. Ja. Ja. Bent u, dat hebt u ook nog gedaan. Ja. Ja. Dat was een beetje ook vanuit een soort schuldgevoel. Ik dacht van, ik ben van mijn geloof gevallen. En laat ik nou dan toch maar KVP staan. Wel blijven doen. Ja, ik denk dan, zo is het. Ja. Maar ik was niet zo in die tijd. Ja. Was ik absoluut geen politiek bewuste student of zo. Nee. Dat was bijna niemand in Nijmegen toen op dat moment. Is er nou iets van dat geloof overgebleven of staat u daar heel erg ver vanaf? Ik sta er heel erg ver vanaf wat de diepste waarheid betreft. Ja. Maar van alles wat niet zo diep is, maar wat mooi is, daar kan ik nog af en toe gevaarlijk dichtbij komen. Bij liturgie, muziek, de kunstkant, die is me zeer vertrouwd. Maar niet bidden? Nee. Helemaal nooit? Nee. Ook niet stiekem? Bidden, nee. Ja. Dat doe je bij voorkeur stiekem, want God is de enige die weet dat je... Ja, dus je kunt ook rustig tegen mij zeggen dat Ik zou het zeker doen. Ja. Ik weet dat er niemand meeluistert. Nee, en om met Freek de Jonge te spreken, is er leven na de dood? Ook al ben je paars of blauw of rood. Ik vind dat er weinig reden is om daarvan uit te gaan. Nee. Maar ik neem een behoedzame formulering, omdat... Het zeker weten dat het niet zo is, is misschien nog net iets stommer dan het zeker weten dat het wel zo is. Ja, en op het laatste moment kun je altijd nog terug. Dan roep ik jou erbij. Ja. Wat ik me ook afvraag is of er nog iets bij u over is van dat... want dat had het toch wel in veel gevallen van dat warme... katholieke gevoel. Zo'n gezin. U komt uit een groot gezin, 8 kinderen, als ik niet vergis. En die zijn nog allemaal, godzijdank, in leven. Ja. En we houden veel van elkaar. En inderdaad, dat is... Maar ik denk dat er ook van andere denominaties gelukkige grote gezinnen zijn. Nee, dat zal best. Maar ik maar dit was naar inderdaad... Nee, maar dat was zwaar. Van die nestwarmte, die blijft lang nagloeien. Ja. Zeker. Nou staat u halve leven, precies uw halve leven, in het middelpunt van de belangstelling. Hè, door uw politieke functies, zeg maar. Kun je dan nog, u hebt nou geen kleine kinderen meer, maar kun je dan nog gevoel hebben voor kleine dingen? Je komt thuis een kapotte knie of een dood konijn. Ja, godzijdank wel. Maar het is waar dat, dat als je, ik heb er laatst iets over gezegd in een interview. Nee. Als je het grote werk doet, voortdurend met grote zalen en grote ontroeringen los probeert te maken om je boodschap over te krijgen, hè, wat eenmaal in de politiek nodig is, dat je dan gemakkelijk de maat voor het kleine vergeet. Dat je die ontwend raakt. Dat vind ik het gevaar van het grote openbare leven. De grote woorden, de grote emoties. Een zaal aan het lachen krijgen is nog echt iets anders dan iemand aan het lachen krijgen. Of een zaal tot ontroering brengen is iets anders dan iemand tot ontroering brengen. En dat staat vaak op gespannen voet. In die zin is het openbare leven gevaarlijk, zeg maar. Ja, doet de mens geen goed. Nee, maar als je het weet, dan helpt het al een beetje. Ja, als je het weet, als je weet dat het gevaarlijk is... Ja. Dan wil je niet zeggen dat de kennis zelf het gevaar al bezworen heeft... maar je hebt het in ieder geval ingedampt. Ja, maar doe je niet...
Vooral de laatste jaren bent u altijd onderweg. U reist de hele wereld over. U praat met alle groten der aarde. Daar staat tegenover, denk ik, dat je heel veel mensen in je omgeving... Ik breng het weer even terug tot het kleine tekort doet. En jezelf op dat vlak. Ja, nou ja, dat is waar. Als je veel... Ik werk veel. Maar ik ben niet de enige. Er zijn heel veel mensen die veel werken. En dat doen ze bijna altijd buitenshuis. En dat gaat altijd ten koste van degene die, die in je onmiddellijke nabijheid op de stoep van je deur staan. Zeker. Dat is gevaarlijk. Ik heb in het begin met name heb ik dat te vaak te laat ontdekt. Dat je met de grote idealen bezig bent. En dan, ja, die grote die dien je dan, hè, denk je. Naar beste eer en geweten. Maar daardoor kom je vaak niet aan dat wat, wat recht voor je ligt. Ja. Het kleine, wat van je afhankelijk is vaak. Dus, ja, ik wil niet zeggen dat je daarom die dingen niet moet doen, maar je moet het weten en oppassen. Ja, dat is natuurlijk de reden dat meneer Weijers niet wil. Hè? Dat hij... Dat die is niet bereid om zijn persoonlijk leven dan op te offeren. Ja, nou, in ieder geval is dat een aspect van zijn redenen. Ja. Of dat alles is, weet ik niet, maar... Ik heb zelf ook, toen ik voor de tweede keer mij gevraagd werd of ik fractieleider wilde worden in 85, heb ik inderdaad, toen had ik net de kinderen bij mij thuis gekregen, die waren bij mijn ex-vrouw, waren ze... opgegroeid en die woonde achter ons. En toen kreeg ik ze. Toen waren ze een jaar tussen 15 en 20. Toen heb ik echt mezelf afgevraagd of heb ik die randvoorwaarden ook voor mezelf gemaakt van als ik dat kan verenigen. Ja, en dat natuurlijk, dat antwoord, dat interpreteer je altijd in de richting waarin je vindt dat je moet gaan. Dus. Ja. Geen spijt gehad? Nee. Maar staat daar dan tenminste... want ik interpreteer het zo, omdat ik denk dat het zo is. Vergeef het me maar, dat je behoorlijk wat inlevert op die manier. Maar staat er dan tenminste iets tegenover wat u bereikt hebt in die 33 jaar politiek werk, waarvan u zegt, zo, dat heb ik voor mekaar. En dat is dus... de moeite waard geweest? Ja. Hoewel... de meeste dingen... zijn nooit af. Het is niet een product wat je maakt... waarvan je het aflevert en zegt... nou, dat is af, nou begin ik aan het volgende product. Zo is het niet. Het is, je zit in dat openbare leven... Je doet dat werk... en je doet dat vanuit een paar opvattingen over... de maatschappij en over je medemensen of zo. En verantwoordelijkheden. Je probeert het zo goed mogelijk te doen en omstandigheden veranderen. En je probeert toch eigenlijk nog steeds hetzelfde te doen. Ik vind over het algemeen nog dezelfde dingen als 30 jaar geleden. In essentie dan. Ik bedoel, de vorm waarin ik ze vind is vaak anders omdat de maatschappij veranderd is. Maar ik vind wel veel nog hetzelfde. En af? Nee. Nee? Nee. Je doet het een tijd en dan ga je... dan schiet je zoals een ster de dampkring binnenkomt, opflitst en er dan weer uitgaat. Of niet een ster, maar een meteoriet. En dan zie je hem even. Ja. Zo doe je je werk in het openbare leven. Ja, maar als je... Ik maak nu even een rekeningetje op eigenlijk. En is dat dan niet... als je dat rekeningetje opmaakt, teleurstellend? Dat je denkt, ik voel het niet zo. Ik wil dat bereiken, daar heb ik mij nu 33 jaar voor ingezet. Toen we 30 jaar geleden begonnen, wilden we de krachtsverhoudingen veranderen in de politiek. Daar hadden we partijpolitiek opvatting over. We hebben het eerst geprobeerd met een progressieve concentratie. Een progressieve volkspartij, dat is niet gelukt. We hebben het geprobeerd met
Staatsrechtelijke veranderingen, dat proberen we nog steeds, maar dat is van zo'n lange adem. Dat is tot nu toe, dat gaat misschien nu lukken voor het referendum, maar dat is voor alle andere punten nog niet echt gelukt. Maar bijvoorbeeld, we hebben wel een explosieve verandering in het Nederlandse krachtenveld tot stand gebracht door een paars kabinet te maken. Waaraan voor het eerst sinds 80 jaar een confessionele partij niet meedeed. En dat is de doorbreking van de macht van het midden. De doorbreking van de vanzelfsprekendheid van de macht. Dus toen het CDA daar in dat midden van die politiek zat en het voor het zeggen had, de ene keer met links regeerde, de andere keer met rechts. Dat was eigenlijk een onduldbare situatie. Maar nu is CDA een normale partij geworden. Ook in wat bescheidere omvang. Maar is een normale partij geworden en zou ik niet zeggen dat je dat per se moet uitsluiten. Maar dat tot stand brengen van paars zelf, dat is een revolutionaire gebeurtenis. Ja, maar nou zijn we op het punt waar we dan nu zijn aangeland. Hè? Dus niet zo lang voor de verkiezingen. En het ziet er naar uit dat het niet goed zal gaan met D66. Dat misschien de Partij van de Arbeid en de VVD ieder 40 samen 80 zetels halen. Ziet u dan een nieuw paars ontstaan? Ik zie die twee partijen. Dan valt D66 ertussen uit. Ja. Nou, dat kan zijn. Het kan zijn dat D66 de oppositie in moet. Dat kan zijn. In de eerste plaats moeten we niet te vroeg uitgaan van de grote nederlaag. Hè? Want dan roepen we hem op. Ja. Het is al inderdaad op het ogenblik, ziet het er gewoon een beetje bedonderd uit. Maar daar is nog een hoop aan te doen. Ja. Als die partij een beetje kalm blijft en als we geloven in onszelf, dan kunnen we daar nog een hoop aan doen. Maar oké, als het straks mis zou lopen, dan gaan we misschien de oppositie hebben. Maar dan moeten de mensen ook de illusie vergeten dat paars komt. Ja. Paars is heel erg tot stand gekomen door D66. En ook als je naar de politieke formule kijkt van paars, dan zie je dat het socialisme en het liberalisme verzoend met elkaar in een gevecht. Ja. Dat is een formule die D66 30 jaar geleden in zijn eigen patroon had, in de eigen partij. Ja, dus dat is ook ons probleem, want daardoor maken we onszelf minder kenbaar. Ja, maar minder makkelijk kenbaar, want het is dan veel gemakkelijker om een van de polen te laten zien. Ja. En dat gebeurt ook. En daardoor gaat het die partijen op het ogenblik beter dan ons. Ja. Maar de mensen moeten niet de illusie hebben dat je, hè, want 72% wil paars terug. Ja. Ze moeten niet de illusie hebben dat dat kan en D66 verwaarlozen. Dat is echt met elkaar verbonden. Ja. Maar als er geen paars komt, komt er dan? Weet ik niet. Oh, maar daar ga ik niet. Dat moet je aan Els Borst vragen. In deze plaats. En nee, dan moeten we zien. Dan moeten we eerst maar eens even zien. Luister, ik vraag. Ik ben ervoor dat paars komt. Hè, ja. Dus we gaan proberen paars te krijgen. Ja, maar als de Partij van de Arbeid met het CDA weer samen aan tafel gaat zitten, dan is er weer misschien, omdat die misschien de meerderheid niet halen, dan is er weer een rolletje voor D66 weggelegd. En gaat u dat dan doen? Die vraag moet u eigenlijk niet aan mij stellen. Waarom niet? Nou, omdat ik niet meer de verantwoordelijke ben voor nog die situatie. Wel. Jawel, maar niet ja, nog nu. Wel. Nu, nou, maar niet straks. Over een paar weken vraag ik het aan Els. Nee, maar het gaat over de formatie van een volgend kabinet. Ja. En dan doet Els het. Dus ik moet de consequenties wegkomen. Trekken. Ja, nou ja, makkelijk wegkomen. Ik heb het 30 jaar gedaan. Ik bedoel, nou doet Els het. En dan moet ze het ook doen. En ik hoop dat de partij ook Els in staat stelt om dat goed te doen. Hè? Ja, maar als dat nou gebeurt, dan kijk. Als wat gebeurt? Nou ja, als je de situatie dat als de Partij van de Arbeid met het CDA wil en dan. Ja. Ja, ik kan dus niet zeggen wat er de volgende keer gebeurt. Ik weet wel dat het de vorige keer, toen ik verantwoordelijk was, toen is het van twee kanten geprobeerd. Om centrum links te maken, dat is de Partij van de Arbeid en het CDA. En centrum rechts, dat is de VVD en het CDA. En beide hadden ze D66 nodig om een meerderheid te krijgen. En ik heb beide keren nee gezegd. En daarom is paars gekomen. Daaruit kun je zien dat bij die twee andere partijen, Partij van de Arbeid en de VVD, dat die tendens om de oude coalities nog te maken er wel degelijk is.
zal misschien nu iets minder zijn. Maar die was er toen wel. En ik kan niet voorschrijven wat we moeten gaan doen na de verkiezingen. Nogmaals, dat is mijn taak niet. Ik wijs erop wat we de vorige keer gedaan hebben. Ja, maar... En dat heeft tot goede resultaten geleid. Maar u zou het liefste nog 4 jaar buitenlandse zaken doen. Oh, dat zou ik ook leuk vinden, ja. Maar of dat, het is van, ik vind het belangrijker dat er een volwaardig paars komt met een sterk D66... dan dat ik op buitenlandse zaken zit. Ja. Maar ik moet zeggen, ik zou het graag doen. Ja. Zou u, als dat niet lukt, weer in de Kamer gaan zitten? Als je op de lijst staat. Dan moet je wel. Ja. 4 jaar? Ja. Ik bedoel, ik weet niet wat een mens op leeftijd allemaal gaat gebeuren, maar ik denk in principe wel. Want nou zegt u wat, u bent 66 en veronderstel u gaat 4 jaar in de Kamer zitten, bent u 70. En nu praten ze over mevrouw Borst al als oma Borst. Die is jonger dan u bent. Ja. En ze zullen nooit praten over opa van Mierlo. Nee. Gek, hè? Terwijl ik opa ben, zij trouwens ook oma. Maar... Ja. Nou, kijk, hoe komt dat? Dat moet je aan de mensen vragen die dat zeggen. Kijk, ik vind dit een beetje... Ik denk dat het onvriendelijk is, een beetje, tegenover vrouwen. Ja, denk ik ook. Het is toch oma, hè? Oma eerder dan opa. Zeker, want als mannen niet meer zo aantrekkelijk en mooi zijn als ze vroeger waren... Dan dat maakt niks uit, want dan zijn ze heel erg interessant. Het spijt me geweldig, maar daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Want ik vind dat helemaal niet, hoor. Nee? Nee, ik maar... hoef niks met het af. Nee, maar kijk... u weet natuurlijk net zo goed als ik... dat een vrouw van 66... of hoe oud is mevrouw Borst? 65 misschien, iets jonger dan u... Ja. Nou ja, kijk, je vraagt waarom. Ik vind het gewoon onaardig. En het is ook... ik denk dat het zo is dat het bedoeld wordt... Als het ik denk, misschien is het in het begin wel begonnen om iets aardigs te zeggen. Want iedereen was in het begin ontzettend enthousiast erover. En omdat ze vertrouwen uitstraalt. Mm. En omdat ze natuurlijk toch zichtbaar wat ouder is, net als ik. Daarom wordt dan misschien die vertederende... dat vertederende woord gevonden. Daarna wordt het ineens in pejoratieve zin, in negatieve zin gebruikt. Mm. Een oma. Ik vind het ontzettend onaardig, ook naar de leeftijd toe. Ja. Het is de mensen die het doen, die op dit punt deugen ze niet. Dus waarom? Ik bedoel, het is, D66 is een partij, inderdaad, voor jonge mensen. Maar juist jonge mensen kunnen zich permitteren om te zeggen... we nemen een tijdje iemand die nu het beste tussen Kok en Bolkestein... namens D66 het woord. Dat vind ik dat je je dat kunt permitteren. Dus we zullen zelf als partij dat moeten uitstralen. Ik geloof in Els. Els gelooft ook in zichzelf. Ze heeft er in de kerstvakantie over nagedacht. Terecht, want er was zoveel over gesproken. Ze is tot de conclusie gekomen. Ze dacht, wat voor fouten heb ik nou eigenlijk helemaal gemaakt? Wie is daar slechter van geworden? Wat voor soort? Dat zijn gewoon fouten uit de kleine fouten uit de keuken van de politiek. Heeft niks te maken met de maatschappij. Heeft niks te maken met de grote vraagstukken of met de problemen. Alleen maar dat. Het echte politieke spelletje. Daar heeft ze dan inderdaad in het begin een paar dingen waarvan de kenners zeggen... dat had je niet moeten zeggen, Els. Dan zei ik, so what? Ja. Dus als je nou dat heeft ze even over nagedacht. Ik weet zeker... Daarom heb ik heb daar ook een rol in gespeeld. Ik heb mij afgevraagd, wie zie ik op het laatste moment het beste staan... met een eigen boodschap tussen de heren Kok en Bolkestein. Mm-hmm. Ik geef toe dat er ook anderen zijn, maar ik moest daar toch even aan denken. Je wilt toch stemmen. En dan zie ik Els Borst wel degelijk. Ik vind dat we de fout gemaakt hebben dat ze wat te vroeg de campagne is gegaan... en dat andere werkers gaan doen. Nou ja, daar zijn een heleboel antwoorden op te vinden waarom dat gebeurd is. Nou, dat is niet verstandig geweest. Maar nog steeds is zij straks de beste van ons om tussen Kok en Bolkestein te staan. Ja, nou bent u zelf 4 jaar lang zowel minister als partijleider geweest. Was dat een gelukkige combinatie? Zou je dat iemand aanraden? Nou, daar is geen algemeen recept voor. Ik kon niet veel anders.
Ik heb op een gegeven moment er ook over gedacht om... Ja. Toen het zo liep, toen Bolkestein zei, ik ga niet het kabinet in. Toen zag ik die bui al hangen. Van lekker in het parlement zitten en daar een vrije vogel en dingen zeggen en zo. Dus ik dacht, waarom zou ik dat dan eigenlijk doen? Dus heb ik tegen Wim Kok gezegd, luister eens, ik weet niet. Als we problemen krijgen ten aanzien van de bezetting van de portefeuilles, ik denk dat ik dan ook de Kamer leg. Toen zei hij, oké, maar dan gaat Paars niet door. En aangezien wij Paars wilden, en zij eigenlijk maar een beetje, kon ik niet veel anders dan ook minister worden. Dat heb ik overigens met overtuiging gedaan. Ik ben op een departement gaan zitten wat zich niet zo gemakkelijk verenigt met die functie van partij. Veel weg. En je moet ook eigenlijk als minister van Buitenlandse Zaken altijd meerderheden voor je hele beleid krijgen en dus kun je niet zo goed politieke stelling nemen. Zeg, mag ik nou nog even interpreteren? Want die muziek die klinkt... Dat betekent iets, hè? Ja, dat betekent het programma is afgelopen. Oh. Nog wel eens tijd voor iets leuks? Jawel. Ja, iets te lang nagedacht. Ja. Ja, dat is ook niet zoveel tijd. Maar er is af en toe wel eens tijd voor een boek of voor... Echt waar? Voor zes en vanavond, dagen op het strand gaan liggen. Ja, dat heb ik net gedaan. Wat gaat u nou vanavond doen hierna? Als ik ga met een paar vrienden eten. De Herenclub. Als je dat nou graag wil horen. Ja, want het is maandag, dus het is de Herenclub. Ja, nou. En ik kan dus heel vaak niet, hè? Nee, dat begrijp ik. Dus daar ik, is dus niet en altijd En is het tijd. Nou toch het leukste om met jongens te kleppen een hele avond? Want er mogen geen vrouwen bij. Ik vind... Ik ben zo uitgenodigd, hè? Dat kan helemaal niet. Ja, ik moet even bellen natuurlijk. Nee, dat kan helemaal niet. Nee. Het is een van de vele leuke dingen. Het is ontzettend leuk, ja. En ik weet ook dat vrouwen dat ongeveer het leukste vinden om met elkaar te doen. Om met jongens, Nee, met elkaar. Dank u wel voor dit gesprek. Het gaat u goed. Dank je wel. Ja. Morgen is er weer een BW. Vanavond op Nederland.